Wat heb ik de Achterhoek gehaat? Dat is een riskant zinnetje, zo in het hoofd van de leeuw, maar ik geloof dat het goed komt. Achteraf snap ik het allemaal wel, maar toen ik 19 was of 17 of zoiets, toen had ik het echt helemaal gehad met wat ik dan ook maar het och joh syndroom noem. Met och joh maak je alles klein en dat wil je niet als je groot wordt. De euforie van de nieuwe liefde, maar ook de pijn van de verkering die uitging, heeft het afgedaan met hetzelfde och joh. Ik was op zoek naar de 10 in mijn leven, naar een hoogtepunt, naar het toppunt van geluk en daarvoor, zo wist ik toen al, moest ik het rapportcijfer 2 meemaken. Ik wilde en zou de diepste krochten van mijn ziel ervaren, want alleen daar lag de sleutel naar de ultieme gelukservaring. Ik herinner me een moment, ik ben gestopt met mijn studie aan de lerarenopleiding, op kamers gaan in Nijmegen is mislukt, ik ben weer thuis, in de grote wereld is geen plaats voor mij. Daar zit ik dan, te vissen op de plek waar mijn vader altijd vist. Ik heb geen vooruitzicht dat het ooit beter wordt. Mismoedig sta ik naar mijn dorp. Er komt een man achter me staan. Bieten ze? Nee. Het is kloot. Ja. Ach ja. Ik weet dat ik de man met mijn hengel wilde slaan. Een dag eerder had ik een gesprek gehad met een vriend. Een gesprek dat ongeveer hetzelfde was verlopen. Wat ga je eigenlijk doen, Wieders, nooit gestopt ben met de studie? Ik weet het niet. Het is kloten. Jo. Oh, jo. Het kostte moeite om weg te komen uit de Achterhoek. Het moest. Ik moest het. Wegwezen. Ervaren wat er achter Zevenaar lag. Reizen. Tenminste, dat dacht ik. Ik dacht dat je door de wereld te zien het leven ten volle zou ervaren. Dat dat natuurlijk niet klopt. Dat iedereen op zijn eigen manier doet. En dat de reis eigenlijk overal plaats kan vinden. Dat wist ik toen nog niet. Ik had de afstand nodig om soms, en soms stond ik te huilen bij een gedicht, te huilen. En of was ik onachterhoeks euforisch over een rol van Marken van Basten of een kolom van Remco Kampert. En op zo'n moment had ik misschien uitgehaald als er iemand een och joh in mijn ogen had gestrooid. Een och joh om de werkelijkheid zachter te maken. Een och joh waarmee volgens mij een constante werd gecreëerd. Een marge van een half punt waarin het leven geleefd werd. Een 6 min als dieptepunt en een 6 plus als waardering voor het opperste geluk. Enfin, ik ging weg van het ochja. Ver weg. Ik luisterde naar gesprekken van mensen die iets helemaal te gek vonden. En probeerde dat op te voelen. Maar vaak, ik moet hier eerlijk zijn, kwam er toch een klein ochjoortje in mijn hoofd op. Onderweg kwam er dus al een onbewuste herwaardering van datgene dat ik zo gehaat had. En toen kwam er een verjaardag van mijn moeder. Ze werd 85 en we zouden het in kleine kring vieren. Laten we naar Van Hal in Voorst gaan, stelde ik voor. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Het is 3 jaar geleden en ik was bezig om een boek te schrijven over mijn vader. Ik had al wat interviews in Ulft achter de rug. Gesprekken met oude vrouwtjes en mannetjes die hun hele leven in de Achterhoek woonden. En zonder uitzondering was ik geraakt door een wijze blik op het leven. Ik kwam erachter dat er in het oude Achterhoeks een woord bestaat, een schitterende variantie op och joh, namelijk pieuntjes. Pieuntjes, zei Mietje Gerbs over de manier waarop ik in haar ogen mijn zoektocht aan moest pakken. Ik keek haar niet begrijpend aan. Pieuntjes? Doe het zachtjes, zei ze. Langzaam daagde het mij. Er zat ook een enorme kracht in och joh en pieuntjes. Terug naar de verjaardag en Van Hal in Voorst. Het is een mooie voorjaarsdag als we naar binnen schuiven in wat de hemel voor de halve haan is. Vroeger kostte een half haantje 5 gulden, tegenwoordig 11 euro. Je moet ergens met de tijd meegaan, hè. Vooraf had ik even gegoogeld op Van Hal. Het eten was afschuwelijk. Halve haan van de groothandel, slappe patat, gebakken aardappelen als gummetjes. De recensies logen er niet op, maar ik vermoedde dat het hier mensen betrof die niet bekend waren met och joh en bier. Eten bij het verhaal is, om met een goed Nederlands woord te spreken, een totaal erlevenis. De haantjes zijn in feite bijzaak. Het gaat erom dat onze ouders hier uit eten gingen en dat deden voor het eerst in hun leven. Daarvoor was eten overleven en verdiende je geld voor het noodzakelijk brood. Het was voor hen de eerste uitzondering op het motto: dat kunnen we thuis toch ook maken en veel goedkoop. In het totaal erlevenis zit op de verjaardag van mijn moeder ook de ogen. Het is een man die je tijdens het opgroeien in de Achterhoek in diverse fases tegenkomt. Bij bruiloften, op kermissen en ja, soms ook op begrafenissen.
Hij is gekleed zoals een ober gekleed hoort te zijn, ja, als een pinguïn. Achterhoekse obers zijn dikke pinguïns. Ze ogen traag en onhandig, maar pas op, ze zijn lenig, slaan ondertussen alles door, lijken uit te glijden, maar doen dat vrijwel nooit. Achterhoekse obers zijn bovendien op een heel eigen wijze galant. Deze ober feliciteert mijn moeder zoals alleen achterhoekse obers dat kunnen. Hoe dat gaat, vergelijk ik met een gorilla die een diamantje vindt. Die met zijn enorme klauwen liefdevol dat diamantje vastpakt, omdraait, bekijkt en koestert. Na de felicitatie van de ober brengt deze het eten. De haantjes, de groentes, de patat en ja, de onvermijdelijke appelmoes. Eén van de vingers, die net nog liefdevol op de hand van mijn moeder lag, zit nu in de appelmoes. Hij ziet dat ik het zie en geeft me een vette knipoog. Als het eten op is, zoek ik mijn sigaren. Ze liggen in de auto. Ik stap naar buiten en daar overkomt me iets. Het valt over me heen. De ober, van Hal, de taal, de geluiden van het land, de geluiden van het landschap, de kleuren van het landschap, de aastrein die in de verte stroomt, de oude IJssel, mijn moeder, heel oud is geworden en het boek dat ik wil schrijven. Het was op dat moment dat ik thuis kwam in de Achterhoek. Terug naar veel omzwervingen, klaar om mijn boek te schrijven en ja, dankbaar voor het och joh, zonder welke ik niet geworden was wie ik ben.